Welkom bij de review van Fire Emblem Engage. En don't worry, ik ga het er niet echt over hebben. Want uh, ik, ja, ik ken de serie wel, maar ik speel het niet. Maar ik heb degene binnen onze presentatorpool die echt iets heeft met Fire Emblem, heb ik uh, weten te strikken. Daarvoor moeten we nu live over naar Gelderland. Daar zit namelijk niemand minder dan Kevin. Yes. Ja, uh, ik weet van jou. Uh, door jouw streams uh, die ik af en toe bekijk. Of dan krijg ik weer die mooie uh, jouw streamprogramma uh, van die week. Dat jij een Fire Emblem-fan bent. Ja, op zich wel. Ik moet zeggen, ik heb uh, veel delen in de franchise inmiddels uh, gespeeld. Uh, dat is uh, met name degene die ik echt heel hoog heb zitten. Dat zijn uh, de 3DS-versies. Mm -hmm. um, maar zeker de vorige Switch-versie. En nu dus Engage. Uh, zijn absoluut uh, delen in de serie waar ik, uh, waar ik naar uitkeek. En, uh, ja, of ik er met veel plezier deze gespeeld heb, dat laat ik nog even <laughs> in het midden. Maar uh, over het algemeen ben ik een, uh, ben ik een prima fan van, uh, van Fire Emblem. Ja, absoluut. Nee, nee, absoluut. Nee, ja, Fire Emblem is, um, het is een grote game voor Nintendo. Uh, het is een belangrijke game voor Nintendo. Maar het is niet een game die iedereen zal liggen. Het is een specifieke game. Kun je even heel beknopt uitleggen wat. Fire Emblem is, wat, wat voor type gameplay en met name ook uh, dat zij weliswaar een, een, een JRPG zijn, maar met een, een beetje een westerse vibe, hè? middeleeuwse vibe uh, brengen ze er vaak in. Ja, nou het is allereerst een, uh, een turn-based strategy game, okay, dat sorry. is in, in principe hetgeen uh, ja, waar het om draait. Waar ik denk iedereen die Fire Emblem speelt uh, de serie op zal. Beoordelen in positieve of negatieve zin. Mm -hmm. En daarnaast heb je um, een heel sociaal aspect. En dat is een beetje het lastige aan Fire Emblem. Zeker na Three Houses. Dat is uh, de Switch versie uit 2019. Of de Switch release uit 2019. Mm -hmm. Die um, ging heel ver in het Sims-systeem. Dus op een gegeven moment dus, ja, wat ik zeg, je hebt een uh, turn-based uh, combat. Um, Gameplay loop, als het ware. En daarnaast, naast die battles, gaat het heel erg om de relaties van de characters onderling. En jij hebt daar als speler heel veel invloed op. Dus wie mogen elkaar, wie gaan goed samen in battle, wie gaan minder goed samen uh, ja, ten strijde. En het klopt wat je zegt. De omgevingen zijn uh, daarbij vaak gevarieerd. Uh, ook niet. Typisch Japans, inderdaad. Het is niet alsof je door hele Japansige, ja, weet ik veel, oude dorpjes uh, aan het bewegen bent. Uh, dat zijn inderdaad, dat varieert van kastelen tot aan de woestijn, tot aan bossen. En, um, ik zou willen zeggen dat de characters, die zijn altijd heel erg Japans. Mm -hmm, in japtop. de keuntjes en de kreetjes die ze hebben en, de, mm -hmm. de, en hoe ze eruit zien. Grote ogen. Um, grote ogen, ja, heel veel dingen zijn groot aan Japanse characters natuurlijk altijd. <laughs> Um, en uh, ja, dat, dat is eigenlijk hoe je de game uh, uh, doorkomt. Ja. Hier zie je aan de gameplay uh, nou, zie je het, het turn-based gedeelte. Mm -hmm. Waarbij je als het ware een grid hebt, een, een, een speelveld. Waar ja, je, je uh, afhankelijk van het karakter die je op dat moment bestuurt, uh, kun je een x-aantal zetten doen. En ben je op die manier ja, eigenlijk strategisch een soort van je een weg door het level heen aan het puzzelen. Het vorige deel, uh, je had het net al over, Three Houses, die werd eigenlijk best wel door heel veel fans en ook nieuwkomers omarmd. Niet alleen vanwege de, de zeer strategische turn-based uh, actie, maar ook omdat mm -hmm. de wereld en het verhaal heel rijk was. Ik bedoel, het was een, ja, het, het greepje als het ware. Tenminste, als ik dan de reviews en de comments uh, mag lezen. Um, is dat ook de kracht van die serie? Dus die koppeling van strategie aan, aan ook gewoon een heel rijk verhaal, een rijke wereld? Ja, ik zou zeggen van wel. Ik moet zeggen, het is lastig te beoordelen. Want er waren mensen die, die, die verafschuwen Three Houses. Mm -hmm. um, er zijn mensen die, die uh, of fans van Fire Emblem, zo zou ik het beter willen zeggen, uh, die vonden dat fantastisch. Ik val wel meer in de laatste categorie. Ik vond het heel erg leuk dat de game bijna doorsloeg in uh, het simgedeelte. Dus als mm -hmm. je niet aan het vechten bent, maar je loopt door de hub. Uh, die ook in dit deel overigens uh, uh, aanwezig is. Een soort van home base waar je merchants hebt en uh, waar je bepaalde uh, dingen kunt regelen die je weer kunt gebruiken tijdens de gevechten. Mm -hmm. uh, daar ben je ook bezig met, joh, um, uh, uh, met wie wil ik nou daadwerkelijk een, een relatie verbeteren? En Three Houses ging daar heel ver in. En er waren een hele hoop spelers die vonden dat afschuwelijk. Het duurde te lang, het was te veel fluff, het was te veel... Mm -hmm. um, uh, het was te veel ten opzichte van de uh, combat sequences, zo zou mm -hmm. ik het eigenlijk willen zeggen. En dit is een veel traditionelere Fire Emblem game. Ja. Uh, hier zie je bijvoorbeeld de homebase waar ik het uh, uh, over heb. Nou goed, hier, net wat ik zeg, je hebt hier merchants, uh, je kunt hier uit eten gaan met characters en weet ik veel. Dus het is er alsnog wel, uh, maar een stuk minder. Ja. En um, ja, persoonlijk vind ik het op zich prima als, het, als ze er bijna in doorslaan. Ik vind het ook prima als het weer wat meer focus teruglegt op wat Fire Emblem altijd geweest is. Ja, nou, de, de reden waarom ik het zeg, is uh, dat ze in uh, Engage um, een aantal oude helden terug laten komen. Althans, die kun je dus summonen, als het ware. Verbeteren als hem als het als het goed is. En Um, je hebt ook nieuwe characters. Uh, en een veelgehoorde kritiek is dat um, er is niet echt die chemistry. Je, je wordt niet involved in mm -hmm. die characters, waardoor het soms ja, wat leeg aanvoelt. Van, uh, het is natuurlijk makkelijk om een, een, hele, uh, een hele bak met oude helden die iedereen kent in je game te flikkeren. Dat, dat doen er heel veel. Maar als dat zo losjes gebeurt zonder. Verhaal erbij en het, het, het overschaduwt ook nog eens een keer de nieuwe helden. Is mm -hmm. dat dan wel go ja, goed verwerkt in deze game? Ja, tenminste, ik had daar persoonlijk weinig last van. Mm -hmm. um, tuurlijk heb je uh, uh, bepaalde characters die, uh, ja, waarvan je zou kunnen zeggen dat is fanservice. Die zijn teruggekomen en, uh, of die zijn er terug bijgehaald als zijnde summons. Dat klopt inderdaad uh, ja. wat je zegt. En die kunnen je bijstaan in, in, in combat. Um, ik ben het 100% met je eens. Dat, uh, of met degene eens die dat, uh, die dat zouden vinden. Dat uh, de relaties onderling en dat de dialoog. tegenvalt, zou ik niet per se willen zeggen. Maar ik heb nooit echt een moment gehad. dat ik zoiets had van. joh. Ik, um, uh, ik ben echt. diepgang uit deze characters aan het halen ofzo. Mm -hmm. Of ik krijg echt een soort van diepere laag mee. En um, doordat ik, weet ik veel, uh, met ze uit eten ben geweest. omdat ik ze een cadeautje heb gegeven. of omdat ik ze tien keer mee heb genomen in battle. komt er echt een soort van heel persoonlijk verhaal naar voren. Ja. Um, ik, dit is ook moeilijk. Ik zou niet per se willen zeggen dat dat komt door de oude helden. Ik vond dat op zich nog wel cool. Hetgeen wa wat mij wel stoorde. is. Um, nou, allereerst, uh, de game draait om. Jou als character. Dat kan mm -hmm. een, een, een mannelijk karakter zijn, een vrouwelijk karakter. Um, en um, daaraan wordt die, die wordt wakker na duizend jaar. Uh, ja. En er is ook een evil, uh, wat duizend jaar weg geweest is. Die is ook weer terug. En nou ja, goed, in basis is dat, is dat een vrij simpel verhaal. Behalve dus dat ze er ook vijf uh, kingdoms vijf uh -huh. soort van uh, 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 ja, groepen als het ware bijhalen met allemaal hun eigen characters. En ik ben het wel eens dat er te veel is. Okay. Um, dus wat er gebeurt is, doordat er zoveel is, kan er voor niks echt tijd genomen worden. En daardoor had ik vaak zoiets dat ik dacht van ja, leuk dat ik nu weer een stukje verhaal meekrijg. Ja. Maar doet het nou echt iets en, en heeft het diepgang? Omdat er zoveel was, lukte dat niet echt. Um, terwijl ze wel de tijd ervoor hebben op zich. De, deze game duurt uh, om en nabij de 30 à 35 uur om uit te spelen. Mm -hmm. uh, en dan heb ik het echt puur over de main story en hier en daar een extraatje. Yeah. Um, en toch lukte het ze niet echt om al die kingdoms goed tot hun recht te laten komen. En uh, ze echt een cruciale en grote toffe rol te... Laten spelen. Dat ben ik 100%. Uh, dat is 100% zo. Ja. Cool, dat is dus het verhaal. De um, gameplay, die is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, turn-based strategy games. Um, die staan en vallen bij dat het strategisch is, logisch. Ik uh, bedoel, als het te makkelijk is, of als de vijanden niet. Uh, uh, ja als je heel snel al weet wat je moet doen. Uh, <laughs> dan is een, een turn-based vaak heel erg suf. Uh, maar moet je echt goed gaan nadenken hoe je je hoe je je positioneert in de grid, welke opponenten, welke characters je waar neerzet. Dan wordt het heel erg leuk. Kun je er wat over vertellen? En met name natuurlijk ook de, de triangle, uh, dus die wapens. Ja. Uh, is dat een beetje uh, rock, paper, scissor? Dus een lans tegen, uh, die, dan ben je weer kwetsbaar voor dat wapen. Heb je dat wapen, ben je weer kwetsbaar voor dat wapen. Strategie. Ja, precies dat is het. En zo ben je dus, een, um, die, die triangle die klopt. Dus uh, een zwaard is versterkt tegen een axe. En een axe is versterkt tegen een speer. En een speer is versterkt tegen een zwaard. En nou, zo heb je ook nog vliegende characters. En, en uh, uh, characters op een paard. En nou, alles heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. Mm -hmm. En ik vond dat de game uh, de, de moeilijkheidsgraad heel erg goed had beschreven. Uh, ik ben iemand die vaak een game op normal speelt. Tenzij yep. dat ik echt weet: van joh, ik ga hier echt een uitdaging tegemoet. Dan speel ik hem op de moeilijkste moeilijkheidsgraad. Hier zeiden ze van, joh, ben je een experienced player? Speel hem lekker op hard. Dat heb ik dus ook gedaan. En dan ben je vanaf moment 1, vanaf de uh, tutorial battle als het ware, ben je, uh, moet je echt al goed op je hoede zijn van, joh, waar zet ik wie neer en waarom zet ik diegene daar neer? En mm -hmm. rekening houdende met de beurt daarna. Want. Uh, nogmaals, het is dus een turn-based strategy game. Uh, in de meest klassieke zin uh, ook. Dus jij doet een zet, de vijand doet een zet, jij doet een zet en de vijand doet weer een zet. Dus je moet rekening houden met je, oké. Okay, stel je voor, ik zet bijvoorbeeld de mage zet ik tegenover uh, deze character. Um, wat gaat er dan de volgende beurt gebeuren? Is die dan niet kwetsbaar omdat er toevallig een karakter van de enemy uh, op me af kan komen? Mm -hmm. In principe vrij basis hoor. Ik snap dat dit niet heel, heel uitgebreid uh, klinkt. Ja. Maar ik vond wel dat ze die, um, dat ze die moeilijkheidsgraad heel erg goed uh, gebalanceerd hadden. En dat ik ook echt constant uh, ja, op mijn hoede moest zijn van joh, hoe, um, uh, uh, ja, hoe, hoe wil ik dat deze battle gaat? Ja. Um, daarbij moet ik wel zeggen, hetgeen wat ik het leukste vind, denk ik, en wat het uitgebreider maakt, is uh, de beeld die je kunt maken. Dus buiten de relaties onderling, buiten het feit dat een zwaardje sterker is dan een bel en weet ik het wat, um, kun je echt daadwerkelijk upgrades voor je characters uh, verzamelen, kopen, unlocken, um, die je character bijvoorbeeld een, een zwaardvechter. Kan dan ineens ook een ranged ability. En dan krijg je dus de dynamiek van. joh, oké. Okay, ik zou dus op afstand kunnen blijven. en de gekochte. of de verzamelde ranged ability. Voor, de, de, voor deze character gebruiken. of ik ga wel head on. met het wapen wat ik heb. En. Um, uh, dan, dan heeft dat ook weer een andere. Uh, manier van spelen. en een andere uitkomst. Mm -hmm. En dat vond ik, um, vond ik. vooral heel erg sterk. En dat is ook hetgene wat Fire Emblem vaak. Um, uh, wat Fire Emblem zo geliefd maakt, denk ik. Um, het gaat verder dan soldaatjes spelen, laat ik het zo zeggen. Je bent echt daadwerkelijk met, met beelds bezig, met characters, met relaties. En sommigen vonden dus, net wat ik zei, weet je, dat Three Houses daarin te ver ging. Anderen vinden weer dat Engage uh, het weer te veel los heeft gelaten. En dat Three Houses juist wel weer die diepgang bood daardoor. Mm -hmm. Die Engage dus misschien weer een beetje mist. Um, in dat opzicht zou ik willen zeggen dat als je nog niet een Fire Emblem hebt gespeeld en je kunt er één van de twee kiezen, dan is de keuze eigenlijk uh, komt neer op, op, op twee uh, uh, dingen. Eigenlijk. Wil je wel het sim gedeelte heel uitgebreid of iets minder, maar wel enigszins aanwezig? Ja. Dat is eigenlijk de keuze die je dan uh, moet maken. En mijn voorkeur, mm -hmm. ondanks dat ik dit echt een hele goede Fire Emblem vind, gaat wel uit naar uh, Three Houses. Daardoor. Oké. Okay, um, ja. Wat ik al zeg van als je gaat kijken naar de comments, dan zie je inderdaad mensen die het fantastisch vinden. En dan heb ik het over spelers hè? Uh, en je uh, omdat mm -hmm. journalisten over het algemeen wat objectiever naar kijken, wat minder de persoonlijke smaak in er laten doorkomen. Doen wij overigens wel, dus dat heeft Kevin ook al uitgelegd. Maar dan zie je dus en dat heeft ook te maken met een bepaalde involvement. Uh, Fire Emblem-spelers zijn echt involved in hun game. Ik bedoel, is echt, echt, als er die willen, alles daarvan spelen. Mogelijk dat ze ook nog de manga's of de poppetjes of de figurines, weet ik. Altijd sparen. Dus als het ook maar enigszins iets anders is dan wat zij tof vinden, dan gaan ze, slaan ze al meteen door in uh, een nul. Dus daar zou ik me ook niet te veel van aantrekken. Um, we gaan naar de hamvraag, de slotvraag toe. De um, game is gewoon full priced. Ik zie hem hier gewoon allemaal netjes voor 56, euro, 57 euro liggen. Um, de vraag is bij Nintendo altijd heel erg dom. Omdat die doen eigenlijk nooit aan budgetpak. Maar toch doen we het. Is dit. Een game die je, wat jou betreft, gewoon blind kan kopen, of zeg je van, nou, nah, ik weet het niet, uh, toch even wachten of slopen. Nou, dat laatste dat kunnen we nu al wegcijferen, want dan had je een andere review gegeven. Maar het, 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 misschien ja. zit er nog, heb je nog moeite gehad om de keuze budgetbak of kopen uh, te maken? Nee, ja, ik zou, ik zou dit 100% kopen, okay, dit, uh, omdat nee. dit iets is wat, wat, wat mij heel erg ligt. Ja, um, en ik nog, denk dat heb je, je volgens mij ook de... gedaan, of niet? Uh, Nee nee nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ik heb ja, van Nintendo nodig. Niet, 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 ja, ja. niet zelf uh, gekocht. Maar anders had je hem gekocht? Um, maar anders had ik hem wel gekocht, ja, ja. zeker. Dit is ook wel echt zo'n game waarvan ik op een gegeven moment denk van... Het hoesje staat toch wel mooi in de kast. Okay. Uh, dus dan, dan koop ik hem vaak alsnog wel. Uh, <laughs> ik weet niet wat de Switch, uh, waarom dat bij de Switch zo is, maar ja. heeft een soort van collector's value ook. Dus ik zie dat zeker nog wel gebeuren. Uh, maar buiten dat, nee, ik, ik, deze game is goed genoeg om uh, te zeggen: van joh, uh, dit is het kopen waard, dit is de full price waard. Uh, ik vind de speelduur van een game vind ik nooit zo heel erg belangrijk, maar mm -hmm. uh, het is echt een hele gevulde minimaal 30 uur. Ja. Uh, waarvan ik denk: van joh, uh, de kwaliteit is daar, de characters zijn daar, uh, de dialogen zijn daar, de, de beelds maken en de, 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 de battles zijn tof. Dus eigenlijk is alles wat Fire Emblem tof moet maken, is hier wel. Um, het is dus alleen weer iets anders dan wat Three Houses was, um, in bepaalde aspecten. En ik vind het, dat moet ik er wel bij zeggen, het is niet een hele vooruitstrevende game. Dus mm -hmm. als je Fire Emblem kent, het is ja. wel echt weer een klassieke Fire Emblem. En daar is niks mis mee. Dat is ook zeker onderdeel van waarom ik hem zou kopen. Als het totaal iets anders was, dan had ik, uh, ja, had ik dat misschien uh, minder snel uh, gezegd. Mm -hmm. Maar uh, nee, dit is zeker een koop. Als je ook maar iets met strategie hebt dan, uh, en je hebt een Switch, dan is dit absoluut uh, koopwaar. Oké, okay, nou duidelijk. Um, de fans van de Switch en de fans van Fire Emblem hebben dus weer iets om uh, naar uit te kijken. Naar uitkijken. Uh, ja, misschien dat, dat stapje wat je doet naar de winkel toe. Uh, want de game is uh, nu verkrijgbaar, inderdaad. En um, krijgt uh, thumbs up van, uh, van Kevin. Yes.